ben Bas en ik sta op het schoolplein van de Harpoen samen met Diego. Hoi Diego. Hoi. En wij gaan de straat op om mensen te interviewen. Dit is onze stelling. Meer leraren moeten virtual reality brillen in de klas gebruiken. En daar zijn wij voor. Dus ja, we gaan nu de straat op. Weet u wat een virtual reality bril is? Dat je met zo'n opzet en dat je dan kan zien en naast de gewone wereld ook nog andere dingen kunt zien. Ja, ja dat klopt. Ja, dat weet ik, ja. Ik denk het wel. Ja, dat weet ik. Dat is een bril waarbij je driedimensionaal kan kijken. Ja, dat klopt. Ik weet wat dat is. Zou het niet cool zijn om de les echt te beleven? Ja, dat lijkt me wel. Ik denk dat het een hele andere idee geeft van lesgeven. Ik denk dat het veel mooier wordt. Het lijkt me fantastisch. Alleen, dat zal wel hartstikke veel geld kosten. Maar het lijkt mij helemaal leuk. Super cool. Heel erg cool. Mooi zo. Het lijkt mij heel erg cool. Maar ik hoop wel dat de leerlingen dan ook hun aandacht erbij kunnen houden. Dat het niet te spannend wordt. Heeft u een keertje zo'n bril opgehad? Nee. Ik heb een keer zo'n bril opgehad, ja. Nee, nog nooit. Nog nooit zo'n bril opgehad. Hoe zou het dan in de klas zijn? Ik denk dat het voor de kinderen een stuk interessanter wordt. Ja, dat vraag ik me eigenlijk wel af. Want het lijkt me wel heel gek dat iedereen met zo'n brilletje op zijn hoofd zit. Stel nu als je thuis zou zitten en de docent is ook thuis. En de docent gaat vanuit huis met die realitybril en dat jullie die ook op hebben. Dat je vanuit huis les krijgt en dat je daar je opdrachten kan doen. Nou, dat is een goede vraag. Ik denk wel een stuk stiller. Dit is het einde van ons interview. Ik zeg doei voor Bas en mij.